bij de gelovigen enkele mededelingen. Vandaag de 22e zondag na Pinksteren. En zoals u weet, alle heiligen. Vanaf deze middag konden er volle aflaten verdiend worden onder de gewone voorwaarden. Ik heb dat toegezonden via WhatsApp. Als mensen die voorwaarden niet kennen, als ze mij contacteren, dat is ieder jaar hetzelfde. Dus. Maar we moeten wel de reglementering volgen van Pius 12 en IFAN. Dus anti-paus Paulus 6 na zijn ketterij. Dus dat is wel belangrijk. Dus je kunt vanaf deze middag de tootjes kootjes. Aflaat verdienen. Dat is telkens geen kapel bezoekt. Dat is deze kapel. Het moet natuurlijk een katholieke kapel zijn. Dat is het grote probleem tegenwoordig. Maar zoals u weet, hè, dus van vorig jaar, volgens het kanonisch recht kan een biechtvader dispenseren als het niet gaat. Bijvoorbeeld als u dus in de mogelijkheid bent om te communiceren die dag. Bijvoorbeeld met deze week aan u met het bezoeken van een kerk of ook een volle aflaat verdienen. Als u enige gebeden verricht inwendig, op de intentie van de kerk, dan heb je ook een volle aflaat, maar er zijn geen kerkhoven meer. Tenminste, geen katholieke kerkhoven. Alle kerkhoven, praktisch alle kerkhoven zijn ontwijd. Want van als je daar een ongelovige begraafd, zijn ze ontwijd. En tegenwoordig wordt geen onderscheid gemaakt. Iedereen wordt op het kerkhof begraven. Dus de meeste kerkhoven, zo niet allemaal, zijn ontwijd. Dus er zijn geen kerkhoven meer. In strikte zin, in de juridische zin van het woord, was er ook geen katholieke parochies, geen katholieke paus, geen katholieke bisschoppen en priesters meer zijn in de conciliaire secte. Alles is eigenlijk dus bedorven. Wel, dan kan volgens kanonisch recht de biechtvader dispenseren. Dat betekent in dit geval bijvoorbeeld, kan hij zeggen, ik dispenseer u om naar een katholiek graf te gaan. Dus waar een graf waar een kruis op staat. Wel, als je daar dus die gebeden doet, dan heb je dus die volle aflaat. Dat kan. Dus dan moet je mij maar vragen, of hey, ik doe dat voor mijn biechtelingen. Dus de biechtvader kan dat doen. Bijvoorbeeld, als u die dag moet communiceren, of gebiecht hebben 8 dagen tevoren of daarna, en je bent nu, bijvoorbeeld, ik weet niet hoe ver, je kunt niet meer komen of zo, of je kunt niet elke dag de communie gaan natuurlijk. Wel, dan kan de priester dat vervangen, de biechtvader tenminste, in een geestelijke communie. En een biecht, als dat onmogelijk wordt, kunnen vervangen door een acte van berouw of zo. Dus er is altijd een mouw aan te passen. Bijvoorbeeld een kruisweg doen, normaal moet dat in een kerk gebeuren. Dan kan die priester zeggen, doe dat thuis. Met een kruisje, een houten kruisje, een crucifix. Ziet je? Dus dat herinner ik u aan, dat een priester dat kan doen. Want anders wordt het heel moeilijk om tegenwoordig nog aflaten te verdienen. Want gezien de crisis in de kerk. Maar de kerk zal nooit iets verliezen. Nooit is essentieel, dus het is altijd mogelijk om eruit te geraken, maar je moet iets mee moeten doen, hè, normaal. Dus het is een buitengewone situatie, maar er zijn nog steeds oplossingen voor alle problemen. Ook de aflaten kunnen nog steeds verdienen. Dus er zijn verschillende aflaten verdienen, zoals ik zei. Dus het tootjes, kootjes, bezoek van een kerk, een kapel, dat is nu hier bijvoorbeeld als u hier bent, de mensen die paar mensen die hier zijn, en als u hier in de gang bent, dan is de kerk niet meer, de kapel niet meer. Dus u kan in de gang gaan en gewoon terugkomen. Dat is, dan bent u telkens u het bezoek doet aan een kapel of kerk, dan hebt u een volle aflaat. Morgen, dan, zoals u weet, de andere zielen. Er zijn 3 missen. We moeten nog overeenkomen wanneer juist om laat de missen gebeuren. Ik had graag 1 persoon gaat die antwoord, dus dat is, ik heb het recht om 1 persoon te hebben. Dit is een dubbelzinnigheid in de nieuwe reglementering die vanaf morgen ingaat. Je moogt 1 persoon hebben, die je elke dag ontmoet en zo, 1 persoon. Maar je moogt geen eredienst bedrijven. Goed, maar als ik eredienst bedrijf met 1 persoon, dan moet het ook kunnen. Dus ik doe het mis met 1 persoon. Maar eredienst mag helemaal niet meer. Dus als je dat dan strikt op de letter gaat toepassen, betekent dat ik zelfs een eredienst met 2 personen niet mag doen. Dat ik geen missie mag hebben of iemand die antwoordt. Dat ik het helemaal alleen moet doen. Of zelfs niet mag uitzenden, want ik mag geen eredienst doen. Dus geen missie meer opdragen.
Dus dat ze, ja, waarschijnlijk bedoelen ze met eredienst, voor hun is dat met volk. Ja, dat begrijp ik. Dus we moeten nog zien, maar als de letter van de wet zegt dat er geen eredienst meer mag gebeuren. Dat zit de letter van de wet. En als ze dat letterlijk toepassen, zoals in Belui, dan heb ik het zitten. Soms zijn de politie echt... In Belui was de politie van slechte wil. Ja, ik hoop dat ze niet overal zo zijn. Dinsdag door de week op sommige plaatsen Sint-Hubertus in november. Normaal gezien kun je op Sint-Hubertus ook brood laten wijden en dat dan kan genezen tegen honsdolheid en alle andere ziekten. Dat is gekend, het brood van Sint-Hubertus. Woensdag de heilige Carolus Borromeus, bisschop en beleider, met de gedachtenis van de heiligen Vitalis en Gavicola, martelaren. Donderdag door de week, het is de eerste donderdag van de week. In sommige of vele bisdommen is het feest van de heilige reliquieën. Want de reliquieën zijn de resten van de heiligen en van de martelaren. En God heeft de reliquieën vereerd door mirakels te doen. Bijvoorbeeld op de begraafplaatsen van... Op het graf van heiligen werden mirakelen verricht. Er werden zieken genezen en zo. Zelfs doden zijn verrezen op het graf van heiligen. Bijvoorbeeld op het graf van heilige Eliseus is een dode verrezen. Met de zweetdoeken van Sint Paulus en de apostelen werden zelfs zieken genezen. Zelfs met hun zweetdoeken. Wel, dus het feest van de reliquieën. Die moeten we niet vergeten. Als u reliquieën hebt, vereer ze, gebruik ze. Ze helpen ons om de heiligen te vereren. Vrijdag, de eerste vrijdag van de maand. Normaal, dus we mogen dan de mis doen van het Heilige Hart. Zaterdag, eerste zaterdag van de maand, onze lieve vrouw op zaterdag. En komende zondag, de 23e zondag, na Pinksteren. Dus we eindigen het einde. Er zijn 25 de zondagen na Pinksteren. En het einde van de maand, dus de 29e november, begint de Advent. Dus we hebben nog een maand dat we zitten in de tijd na Pinksteren. Dus een maand die toegewijd is aan de Sierend Vagevuur, dat we daar moeten voor bidden. En dat zij door ons kunnen geholpen worden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Die welgelovigen, het feest van alle heiligen is in zekere zin een van de belangrijkste, zo niet in zekere zin belangrijkste, ergens de misviering, celebratie, verering van het jaar. Waarom? Wel, omdat het gaat over het doel. En het doel is altijd het belangrijkste van de zaak. Het doel van de schepping is het belangrijkste van de schepping. Het doel van de verlossing, het doel van de heiliging, dat is allemaal de hemel. God heeft geschapen voor de hemel. Heeft de mensen niet geschapen voor een aardsparadijs, maar voor een hemelsparadijs. Heeft ze wel een aardsparadijs geschapen, in, maar niet voor. Ze waren erin geschapen om te tonen hoe goed hij was, maar hij had iets veel beters op het oog en daar moesten ze aan meewerken. Hij heeft verlost ook voor de hemel. Om de mensen die dan zich aan het verdoemen waren door de doodzonde, weer daaruit te helpen en naar de hemel te brengen. En dan heeft hij de Heilige Geest gezonden, ook weer voor de hemel, die ons heiligt. Dus de schepping, de verlossing, de voorzienigheid, de heiliging, alles is in het oog op de hemel. En vandaag vieren we degenen die in de hemel zijn. En dat zijn niet alleen de heilige zielen, de heilige mensen die op aarde geleefd hebben en die daar zijn, de zielen, maar dat zijn ook voor veel meer, dat zijn die miljarden engelen die je niet moet vergeten. Die worden ook vandaag vereerd. Want er zijn ook engelen die onder het jaar vereerd worden. De engel bewaarders, de heilige Michael, de heilige Raphaël, de heilige Gabriel, enzovoort. Maar er zijn miljarden engelen. En dat is juist het feest van vandaag. Dat zijn de engelen, de heilige engelen en de heilige mensen, de heilige zielen, die in de hemel zijn, die geen feest hebben onder het jaar, maar die zoveel voor ons zouden willen doen. Waarom willen ze zoveel doen voor ons doen? Wel, omdat die heilig zijn.
Heilig zijn betekent dat ze niets verkeerd doen, dat ze alleen maar goed zijn, die zijn perfect, dat zijn volmaakte mensen, dus die beminnen God boven alles, maar, zoals Jezus zei, de naaste als zichzelf. En die willen dus dat wij ook zo gelukkig zijn zoals zij. Dat is hun grootste wens. Die beminnen ons zoals zichzelf. En Jezus zegt zelf, doe aan een ander wat je zelf graag zou hebben. En doe aan een ander niet wat je niet graag voor je eigen hebt. Dus zij willen ons absoluut met alle middelen naar de hemel brengen. Ze staan daar klaar, ze willen ons helpen. Dat is een goede boodschap. En ze zijn machtig. Want ze zijn grote vrienden van God. Ze kunnen van hem alles bekomen. Hij zal er niks weigeren. Omdat de vriendschap graag wilt geven en wilt mededelen. Als een vriend iets aan een vriend vraagt, dan is hij bereid om dat te geven. En bijvoorbeeld Maria wordt niks geweigerd. En je kent die heilige Rita, de heilige Antonis van Padua, die grote heilige. Wel, als we die bidden, dan zien we altijd verhoring. Het is Maria ook. En als we het niet krijgen, dat betekent dat we iets beter krijgen. Dat het niet goed voor ons was. Dat is het goede nieuws. Die willen ons helpen. Maar de tweede reden waarom dat ze moeten vereren, is dat ze ook een voorbeeld zijn geweest hoe wij moeten leven en hoe wij daar moeten geraken. Zij hebben het concreet voorbeeld gegeven van woorden wekken, maar voorbeelden trekken. In het begin waren het woorden, of alleen het voorbeeld van Jezus. En natuurlijk hebben we ook nog heiligen uit het Oude Testament, maar dat is minder sterk. Zoals Jezus zelf zegt, ze hadden ook minder genade. Dus die heiligheid was minder groot omdat ze minder genade hadden. Hij zegt, de grootste van het Oude Testament is kleiner dan de kleinste van het Nieuwe Testament. Ja, omdat daar veel meer genade is, dus veel meer mogelijkheid om de heiligheid te bereiken, die eigenlijk God op het oog heeft. Wij moeten die navolgen, daarom moeten we heilige levens lezen. Als we de heilige levens lezen, dan zien we die voorbeelden, dan worden we gestimuleerd. Dat is heel psychologisch. Dus heilige levens is heel belangrijk om naar de heiligheid te komen. Dat je die voorbeelden voor ogen hebt. Mensen die zoals wij in slechte situaties, in goede situaties ook, want ook in goede tijden moet je heilig worden. Maar in alle tijden, ten alle tijden. En hoe slechter het gaat, hoe beter het gaat, ook boven natuurlijk gebied. Want Jezus zegt, bij de moeilijkste situatie, dat is de laatste, als jij vervolgd wordt, zeer groot is je loon in de hemel. Zeer groot. Dus bij de zeven zaligheden is het u in de hoofdstuk der hemel, maar bij de achtste, de laatste, is de vervolging zeer groot, is hun beloning. Wel, die bij gelovigen, dus die twee redenen, die heb ik al gezegd, dus zij bidden voor ons, hè? En ze zijn een voorbeeld, maar nog een derde reden is al de eerste wat ik eigenlijk zei, dat is, zij helpen ons om met onze gedachten in de hemel, op de hemel gericht te zijn. Dat we daar dag en nacht aan denken. Dat we elk moment wat we doen zeggen, doe ik wel Gods wil. Want dat is het middel om naar de hemel te gaan. Kan ik het nog beter doen? Doe ik het uit liefde? Ben ik niet te veel buiten die zaligheden? Want die zaligheden zijn het programma. Die zaligheden zijn al zaligverklaringen van mensen op aarde. Die zo leven. Dat zijn eigenlijk de heiligen op aarde. Dat is eigenlijk hoe dat die heiligen op aarde hebben geleefd, die acht zaligheden. Want hij zegt bijvoorbeeld, zalig als je vervolgd bent. Dus dat is niet die zalig in de hemel, die wordt niet vervolgd. Maar zalig zijt je als je vervolgd bent, dan zijt je zalig. Ja, dus op aarde geeft het een zaligheid als je die vervolging aanvaardt. En dat uit Jezus leidt, krijg je al een zaligheid. Krijg je al een innerlijke vertroosting, een buitengewone verdienste. Zijt je op weg naar de hemel. Wel, er zijn acht zaligheden en dat zijn eigenlijk... Het is eigenlijk een gebouw, dus de bovenste verdieping berust op de onderste. En de onderste, dus het fundament van alles, is zalig de armen van geest. Dat betekent dat je moet arm zijn in je geest, in je hart, onthecht. Want je mocht rijk zijn, als je lang als je niet aan gehecht bent. En dat je er goed mee doet. Hè. Niet zoals die rijke vrek en Lazarus, je kent die parabel. Stel je voor, je mocht hem geven. Hè. Die vrek mocht je de vroomste jood noemen dat je wilt, stel je voor dat hij dat kan, dat hij de voorschriften van de wet volgde, dat hij ging bidden en hij deed de vasten en hij deed dit en dat en alles moest doen, alleen maar hij heeft die Lazarus niet geholpen. Het is mijn vrek, die alles voor zichzelf gebruikte, hè? En die arme mens die met ziekte zat en die daar in slaak zat, die daar buiten zat, die honger had, zelfs niks gunde. En wel, daarvoor zit hij in de hel. Die zit daarvoor in de hel.
Dus het is fundamenteel, die gehechtheid, dat we niet gehecht zijn aan de aardse goederen. Maar dat is juist de definitie van de zonde. Wat is de zonde? En wel dat we te veel gehecht zijn aan de aardse goederen. Dat wij de aardse goederen boven God zetten, boven zijn wil zetten. Dus als wij de aardse goederen als doel nemen, is het een doodzonde. Als we te veel aan blijven plakken, zonder het als doel te nemen, is het een dagelijkse zonde. Dus dezelfde arme van geest. Hè. Het is zelfs een evangelische raadgeving. Er zijn drie evangelische raden. Die evangelische raden zijn geen geboden, je bent dus niet verplicht om het te volgen, maar het zijn raadgevingen die Jezus heeft gegeven. Dus als hij een raad geeft, dan heeft dat zijn betekenis en zijn bedoeling en dan is het zijn nut. Wel, dat is dan voor degene die dat ernstig namen, je moet ook een roeping voor hebben, als je dat letterlijk wilt volgen. Wel, dat zijn de drie kloostergeloften. Dat zijn de drie geloften. Gehoorzaamheid, armoede, kuisheid. Dus kuisheid, we zeggen mannelijkheid. Want in het huwelijk kun je ook kuis zijn, maar dat betekent dat je niet huurt. Dus beter is te zeggen mannelijkheid. Dat je niet huurt. Wel, daar behoort de armoede bij. Dus de armoede is een middel om naar de hemel te gaan. Tenminste, als ze aanvaard is. Want iemand die armoede heeft, kan nog jaloers zijn, een communist zijn, een socialist, die kan nog heel zijn leven met jaloezie en nijd voor die rijken en zo, haat, klassenstrijd en zo, dan helpt het niks dat hij een arme is. Dan gaat hij zich nog verdoemen met haat en nijd en jaloezie en zo, en revolutie en stelen van de rijken. Dan gaat hij zich nog verdoemen daardoor. Dus het is een armoede die aanvaard is. En zelfs zoals ik zei, rijken, zoals de heilige Lodewijk, de heilige Hendrik, zijn koningen en hertoginnen geweest, net ogen die. Dus rijke mensen geweest die heilig zijn geworden, hè, de heilige Lodewijk. Maar die hebben hun rijkdom goed gebruikt, die waren er niet aan gehecht. Die hebben ook veel goeds gedaan ermee. Hè. Want alle middelen op aarde, alles, heeft God ons gegeven om naar de hemel te gaan. Dus niet om het zelf goed te hebben, maar om naar de hemel te gaan. Dus al wat we hebben gekregen, is een middel naar de hemel te gaan. En daar zullen we op geoordeeld worden. En als we het anders doen, zullen we daarop geoordeeld worden. Dus het moet een middel zijn. Natuurlijk mogen we voor onszelf zorgen, een minimum. We mogen dus zien wat we nodig hebben. Maar we moeten er ook goede werken mee doen. Dus we moeten daar vooral aan onthecht zijn. We moeten niet vooral die schatten zoeken op aarde, maar de schatten in de hemel. Dus dat is het fundament van alles. Want als men dat daaraan onthecht zien aan de aardse goederen, dan zorgt men gewoon niet meer. Want de zonde is juist een te grote gehechtheid aan de schepselen. En als men is zondig, ja, dan is men heilig. Dus je ziet hoe fundamenteel dat die armoede van geest is. Dat we in de geest dus onthecht zijn. Franciscus heeft daar zijn hoofdregel van gemaakt. En Franciscus is toch een van de grootste heiligen die we ooit hebben meegemaakt. Als je de Fioretti, dat moet je echt lezen. Ik heb nog mensen ontmoet vandaag die de Fioretti aan het lezen waren. Dat is prachtig. Dat is zo sappig, dat is zo mooi. Dat is fantastisch. De Fioretti, dat zijn heel eenvoudige verhalen wat Franciscus heeft meegemaakt. Dat is de levensbeschrijving van Sint Franciscus de Fioretti. De tweede is dan, de tweede zaligheid is de verhouding met de medemens. En dat is de zachtmoedigheid. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde bezitten. De aarde betekent het aardsparadijs bezitten. Dus als we in de hemel zijn, zullen we ook tegelijk in ons lichaam op aarde zijn. Dat is een van de verwijzingen. Hè? Dat we met ons ziel in de hemel zijn, dat we zeggen God aanschouwen, maar met ons lichaam in het aardsparadijs. Dus dat is een van de verwijzingen dat de hemel voor het ogenblik natuurlijk bij God is, zolang we geen lichaam hebben, maar dat lichaam verrijst, dat het lichaam niet zomaar ergens tussen de planeten gaat zweven, maar echt in het aardsparadijs zich zal bevinden. Er is niks mooier en plezieriger en aangenamer voor het lichaam dan het aardsparadijs, want het aardsparadijs is geschapen voor mens, voor de mens, met het lichaam van de mens, is ervoor geschapen. Dus zij zullen de aarde beërven. Wel, die zachtmoedigheid is moeilijk, want dan moeten we tegen onze gevallen natuur ingaan, onze neigingen, en vooral voor Germanen is het een beetje moeilijk, want als je flegmatiek bent of zo, of melancholisch, gaat het gemakkelijker. Dan ben je van nature zachtmoediger, maar dan heb je ook niet veel meer verdiensten. Als het van nature gaat, is het wel mooi en aangenaam, maar het heeft geen verdienste. Het heeft verdienste als je dat moeite moet voldoen.
Dus als je vol energie zit en je maakt je gemakkelijk kwaad omdat er dan hindernissen zijn die je wilt overbruggen, en die hindernissen zijn vaak de mensen die je in de weg staan of zo, ja, dan moet je oppassen. Dus je moet heel veel geduld hebben, veel compassie, dus zachtmoedigheid. Dus veel laten gebeuren. Streng zijn met jezelf en breed zijn met de anderen. Maar toch is er een gulden middenweg. Hè? Dus Jezus was de zachtmoedigheid in persoon, letterlijk, want hij is een goddelijke persoon. Hij had alle volmaaktheden. Hij is de zachtmoedigheid in persoon. En wel lees het evangelie. Dan zeg je, ja, Jezus komt toch soms hard over. Hè? En wat de fariseers aanpakt, wit gekalkte graven, hè? En dan Johannes een doper, dat wordt door Jezus beschouwd als de grootste heilige van het Oude Testament. En hij zegt, adren gebroed, zegt hij tegen de fariseeën. En dat zijn dan voorbeelden van heiligheid die we moeten navolgen. En Jezus die dan de kooplieden uit de tempel zweept, wil dat betekenen dat er onderscheid moet gemaakt worden. De zachtmoedigheid die is voor het goede, voor de goede wil, voor de mensen die het goed menen. Maar je kunt nooit zachtmoedig zijn tegenover de zonde. De zondaar voor zover hij wil zondigen. Dat gaat niet. Want als je daar zachtmoedig mee bent, dan betekent dat je me stimuleert, dat je me goed kunt erin. Dat je daarin bevestigt. Dan heb je deel aan zijn zonde. Tegendeel, het is een werk van barmhartigheid, van de zondaar te berispen. Dus Jezus is daar het voorbeeld in. Jezus is daar het voorbeeld in. De zachtmoedigheid zegt, het is beter voor die de kleine misleidt, om met een molensteen om de hals in diepste van de zee geworpen te worden. De zachtmoedigheid zegt dat. Jezus was heel zachtmoedig met de mensen die het goed menen en die berouw hadden en die hun best deden. Daar was hij heel goed mee. Hij liet zelfs zijn maal staan om die vrouw te helpen aan de put van Samaria. Want de leerlingen kwamen met het eten aan en zegt, ja, maar mijn voedsel is het doen van mijn vader, is die ziel redden. Dus hij liet daar zijn eten zelfs voor staan om die ziel te helpen. Enzovoort. Dus we zien Jezus die weent voor Lazarus als hij gestorven is. Jezus is altijd heel goed geweest en buitengewoon. Zijn barmhartigheid is oneindig. Maar voor degene die berouw heeft, voor die berouw heeft, als er geen berouw is, maar verstoktheid, ja, dan gooit God ze in de hel. Die zachtmoedigheid gooit die mensen in de hel in een eeuwig vuur als ze verstokt zijn aan de zon. Ja, dus je ziet, we moeten ook niet overdrijven. Hè, want je kunt overdrijven, dat maakt juist zachtmoedigheid een beetje moeilijk. Je moet een gulden middenweg proberen te bewandelen. De middenweg staat in de middenweg. De deugd staat in het midden. Wel, dat betekent dat we alles moeten doen uit liefde tot God. Zijn we zachtmoedig, moeten uit liefde tot God zijn, uit liefde tot die ziel. En die liefde voor die ziel is goed voor die ziel willen doen. Dat is alles voor die ziel proberen te doen, voor die mens wat hij nodig heeft. Maar vooral voor het belangrijkste, en naar de hemel helpen. Dat is het belangrijkste. Wat baat hem dat je hem eten en drinken geeft en dat hij voordien naar de hel loopt? Wat baat het dan? Dus het belangrijkste wat we moeten voor de naaste doen, dat is proberen naar de hemel te brengen. Wel, en dat is dus, sommige mensen hebben moeten wakker geschud worden. En als je zachtmoedig blijft doen met die mensen, dan veranderen ze gewoon niet, dan denken ze dat het even goed zo kan, zoals ze nu bezig zijn. In de zonde, zit je. Dat is het. Dat moeten we goed beseffen. Dus zachtmoedigheid betekent niet dat we dus te veel, te zacht uiteindelijk zijn. Bijvoorbeeld dat we onze kinderen geen opvoeding geven. Dat we niet tegen, dat we het kwaad niet durven straffen. Dat we niet durven. We moeten de kinderen helpen van hun ondeugden af te geraken. Anders worden die ongelukkig, die worden slaaf van hun ondeugden. Dus een strenge opvoeding uit liefde is een weldaad. En dan zachtmoedig zijn, zo gezegd, dat kind altijd maar toelaten, dat is die kinderen rot, bedorven en rot maken. Is dat nu een naastleven, die kinderen rot maken, dat die geen wil meer hebben, geen wilskracht, en niks meer aankunnen? Is dat nu goed zijn met die kinderen? Dat is die kinderen verpest. Dat is die kinderen gewoon bederven. Dat is zit je. Dus de zachtmoedigheid is niet zo gemakkelijk. Het is een gulden middenweg. Maar tegenover de goedheid moeten we altijd zacht zijn, geduldig, langmoedig en barmhartig. De derde is eigenlijk, heeft
iets op onszelf gericht. Zalig zijn die wenen, en ook op de anderen, maar vooral op onszelf, die wenen over hun zonde. Die wenen die hun zonde bewenen, die daar spijt over hebben. Maar als je zonde beweent, dat betekent dat je liefde hebt voor God die je beledigd hebt. Dat je erover weent dat Jezus voor u is gestorven, allemaal heeft moeten ondergaan voor uw zonde. En je weent erover, je weet dat het slecht is geweest, je hebt er spijt van. En als je met spijt in je hart loopt over de zonde, dan zondig je niet meer. Want iemand die spijt heeft van de zonde, die is afkerig van de zonde. En je gaat niet eens doen waar je afkerig van bent. Dus die algemene situatie van een algemeen berouw hebben over de zonde, je moet het niet scrupuleus worden en depressief, dat is de bedoeling niet. Je moet ook weer niet in het andere uiterste vallen, zit je weer in het middenstaat de deugd. Als je depressief wordt, ja, dan is het weer, dan gaat je weer in apathie vallen. En de nietzoenerij is het, en de lusteloosheid en de wanhoop en het gebrek aan moed is dan het oorkussen van een duivel, zoals ze zeggen. Hè. Dus dat is de moeder van een duivel, dat is weer heel slecht. Dus we moeten wenen zoals Jezus geweend heeft. Jezus geweend over de zonde van de anderen. Hij heeft ook geweend als uit barmhartigheid. Hij heeft geweend met Lazarus, hij heeft geweend met tegelijkertijd als barmhartigheid, maar ook droefheid over de zonde. Als hij de vrouw van Jeruzalem heeft getroost, heeft geweend over Jeruzalem. Maria heeft ook geweend, want het Stabat Mater, dat liturgisch gebed, zingen we Stabat Mater Lacrimosa. Lacrimosa wil zeggen de wenende. De wenende moeder stond onder het kruis. Dus Maria heeft geweend. Maar dat zijn weer tranen van spijt over de zonde van de anderen. En ook medelijden met Jezus, dat hij zoveel moet ondergaan. En ook medelijden met die zielen die in zoveel miserie zitten. Dus Maria heeft geweend. Maria heeft geweend in de 19e en 20e eeuw. Als er dus zoveel mensen in de loofsafval terechtkomen. Hè. Als ze verschijnt in Nazaret, weent ze. Zij weent over de zonde. Ze heeft geweend in Syracuse. Ik weet nog dat mijn grootmoeder, Melanie, mijn grootmoeder, die heeft, als ik klein was, ik was 6, 7 jaar, dan bracht ze een traan mee in een watten. Wat? In plastic watten, in plastic ingehuld, van een traan van het beeld van Syracuse dat geweend had. En ik had daar veel respect voor, maar hij weent voor de zonde. Er zijn veel zonden tegenwoordig, hè? Je ziet wat er gebeurt in de kerk. Maria weent uit medelijden. En wel, wij moeten ook wenen, dat wil zeggen onze zonden bewenen, en wij moeten wenen met de wenenden. Wij moeten dus mee de anderen troosten door met hen samen te lijden. Dus met elkaar ondersteunen in het lijden. De vierde zaligheid is zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dus naar de heiligheid. Dus die heiligheid die we moeten zoeken, dat is niet zomaar even zoektocht, we zoeken er wel naar, en voor de rest doen we van alles anders. Nee, dat moet echt ons verteren, dat moet ons dag en nacht wakker houden, bij wijze van spreken, van je moet je rust nemen, maar ik bedoel, je moet daarmee bezig zijn, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, naar de heiligheid. En er is veel, want de gerechtigheid, de rechtvaardigheid in het Oude Testament werd beschouwd als heiligheid, is een synoniem voor heiligheid. Dus wij moeten zo zoeken naar die heiligheid zoals de heiligen ernaar gezocht hebben. Heel het leven van een goed christen, zegt Heilige Augustinus, is een heilig verlangen om vooruit te gaan in de deugd. Van deugd naar deugd en steeds meer in dezelfde deugd en naar een andere deugd te verwerven. En in een onlesbare dorst om aan God te behagen en hem te verheerlijken door allerlei goede werken. Ah, dat is Sint Augustinus die niet mag liegen. Hij drukt eigenlijk zijn eigen ziel uit daardoor. En Jezus zegt zelf, mijn voedsel is te doen de wil van mijn vader. Ik heb juist het voorbeeld aangehaald van Jezus aan de put van Jacob, wanneer die vrouw van Samaria, die daar kon water putten, ziet dat ze eigenlijk het goed meent, alhoewel dat ze overspel pleegt, ze heeft verschillende mannen. Hij is ermee bezig om ze te bekeren. En ze komen hem eten brengen en zegt, mijn voedsel is het te willen doen van mijn vader, die vrouw te helpen. Dus ze heeft een honger en een dorst naar die ziel om ze te redden. Aan het kruis zegt hij, sitio, ik heb dorst.
En wel, hij zou natuurlijk dorst gehad hebben, want hij heeft zoveel bloed verloren, hij was gedeshydrateerd. Hè? En hij heeft dus afgezien en gezweten, getranspireerd en heeft mishandeld geweest, dus hij zal niet veel gedronken en gegeten hebben. Zo niets, niets. Want hij ging toch door de dood sterven. Wel, hij zegt, ik heb dorst. Wel, dus hij had meer dorst, tegen de kerkvaders, voor de zielen dan dat hij dorst had naar water. Want hij ging juist aan het kruis voor de zielen. Hij verlangde naar de zielen, om de zielen te verlossen zoveel mogelijk. Dat was juist zijn doel waarom hij dat allemaal ondergaan ging, ondergaan heeft. Want hij kon dus legioenen engelen zenden als hij wou, als God. Dus hij heeft het niet gedaan om de zielen te kunnen redden. Wat een vurigheid van Jezus en van al die heiligen die zich zo hebben afgesloofd voor de zielen en voor zelf hun heilig te worden. En Franciscus Xaverius die honderdduizenden mensen gaat dopen, tot in India enzovoort. Wat een moed dat die gedaan hebben om God te wagen en de zielen te redden. Navolgbaar, zoveel mogelijk. Zij zullen verzadigd worden, zegt Jezus. Ja, de hemel is een verzadiging. God zal ons hart volledig dus verzadigen met zijn Godheid. Alleen God kan het ons hart verzadigen. Ons hart verlangt naar een oneindig geluk. En daar verlangen we eigenlijk naar, naar God, het geluk van God. Dat is de heiligheid. De vijfde zaligheid is zalig de barmhartigen. Maar dat is heel belangrijk. Hè? Je kent de zeven de werken van barmhartigheid voor het lichaam en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Je kunt barmhartig zijn, je kunt de mensen helpen in een lichamelijke nood of in een zielennood. Wel, dit is heel belangrijk. Want met de maat waarmee je meet, zult je zelf gemeten worden. Als jij heel zuinig bent om de mensen te helpen, zal God ook zuinig zijn om je genade en glorie te geven. Met dezelfde maat. Jezus zegt, als je geeft, geef met een goed uitgeschuurde, goed overlopende maat. Maar zoals je geeft, zal je gegeven worden. Hè? Dus en als je niet geeft, dan zal je nog ontnomen worden, hetgeen dat je hebt. Dus denk aan, aan Lazarus en de rijke vrek. Dus ook hier, de barmhartigheid. Dat wil zeggen, hart hebben voor de miserie van de anderen. Mee dus lijden. Daaraan iets aan proberen aan te doen. Jezus drukt daar verschillende keren op. Hè. Dus hij heeft verschillende parabels. Bijvoorbeeld de onrechtvaardige rentmeester. De schuldenaar. De schuldenaar die alles wordt kwijtgescholden. Een geweldige schuld wordt kwijtgescholden. Hè. En dan gaat hij een medebroeder tegenkomen die een kleine schuld heeft. En die gaat hij dus dwingen om alles te betalen tot de laatste cent. En zijn baas komt dat te weten en hij gaat zijn schuld terug opeisen. Omdat de ander zijn schuld van die de ander bij hem heeft niet te vullen vergeven. En dat laat Jezus ons ook bidden in het Onze Vader. Hij zegt, zo moet je bidden. Dus zo moet je met God spreken. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij. Dus dat is een gelijkheid. Is gelijk aan. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Zoals wij vergeven aan de anderen, zo zal God ons vergeven. Dus als wij met een wrok blijven zitten, met een haat, met een wraakgevoel, dan zal God daar ook blijven mee zitten, bij wijze van spreken, als hij ons gaat oordelen. Met dezelfde maat waarmee je meet, zult je gemeten worden. Dat is heel belangrijk, daar moeten we aan denken, hè, want anders gaan we onszelf beschadigen. We gaan onszelf serieus beschadigen, we gaan dus echt bedrogen uitkomen, als wij daar geen rekening mee houden. Zeer belangrijk. Dus barmhartigheid, als je Jezus, een voorbeeld, hè, toen Jezus het ergste lijden onderging, hij was al de ganse nacht, dag en nacht al mishandeld geweest, hè, toen hij zijn kruis droeg. Hij was al gegeeseld geweest, hè, hij was al bespot geweest, met doornen gekroond, en hij moest die berg nog op, is een paar keren gevallen onderweg. Wel, nadat hij al twee keren gevallen was, ontmoette hij die vrouwen. En dan gaat hij nog de kracht opbrengen om een gesprek mee te houden. Hij gaat daarmee spreken. En dan gaat hij hun nog raad geven en hun nog beklagen en troosten en raad geven. Jezus troost de willende vrouw van Jeruzalem. Ziet je? Hij zit in de grootste moeilijkheden. En hij gaat dan nog, in plaats van over zichzelf te jammeren, hij gaat dan nog de kracht opbrengen om die anderen, die in de kleine miserie zitten, voor het ogenblik,
Maar in een grotere miserie zullen we zitten later, de jaren 70, grotere miserie, gaat hij nog wel eens doen. Waarom een grotere miserie? Wel, als Jezus sterft, dan sterft hij nadien om naar de hemel te gaan. Maar als zij sterven, sterven ze naar de hel te gaan. En ze gaan ook verschrikkelijk afzien. Alleen hij gaat afzien met een gevolg, namelijk de verlossing van de wereld. En zij gaan afzien, de Bijbel zegt, er is nooit zoveel geleden geweest. Jezus zegt dat in een voorspelling van de verwoesting van Jeruzalem. Er zal nooit zoveel geleden worden als dan. En er is nooit zoveel geleden als dan. Dus de grootste miserie die de mensheid ooit heeft meegemaakt, dat was toen dat Jeruzalem werd verwoest door Titus. Zaten daar meer dan 1 miljoen Joden opgesloten. En dat is allemaal voor niks. Als ze zich niet bekeerd hebben, dan is het allemaal voor niks geweest. Dat is gewoon een straf. Gewoon een straf. Voor het kwaad dat ze gedaan hebben, voor de slechte wil. Dat ze de Messias willens en wetens en willens hebben verworpen. Dus Jezus gaat ze nog proberen te helpen, troosten, terwijl hij zelf in de grootste, op dat moment in de grootste miserie zit. En natuurlijk, met een belangrijke zaak. Hij doet nog alles om die Joden nog te bekeren. Hè? En dan gaan ze zich bekeren. Dan gaan Joden zich bekeren. Hè? Dan gaan er 8000 zich bekeren. Je ziet in het epistel dat er zoveel duizenden zijn van iedere stam van Israël. Gelukkig. Dus bij matig zijn, zoveel mogelijk goed doen tegenover de echte nood, de echte nood. De echte nood is nu niet zozeer, tenminste in België niet, in ons land materieel, maar vooral geestelijk. Dat de mensen geen godsdienst meer hebben en zich verdoemen, in de zonde zitten. Maar er is ook materiële nood, natuurlijk is altijd allerlei soorten nood. En niet vergeten dat er elders in de wereld wel een serieuze materiële nood is. Dus niet vergeten. Maar als je dat geeft, moet je geven aan iemand die dat goed gebruikt. Hè. Dat is het grote probleem. Dus met voorzichtigheid, almoezen doen met voorzichtigheid, dus mensen die het nodig hebben. De zesde, zaligheid, zalig de zuiveren van harten. Ja. Zuiver wil zeggen dat het niet vermengd is met iets anders. Dat het louter puur is. Hè. Puur goud is goud dat niet iets anders in zit. Het is alleen louter goud, louter. Dus het is een hart waar alleen maar het verlangen zit om Gods wil te doen en de naaste te minnen als zichzelf. Alleen maar dat. Puur, zuiver. Hè. Dus wat is een veiligheid? Dat is een zonde. De doodzonde is een verschrikkelijke veiligheid, maar ook een dagelijkse zonde is veiligheid. Dus dat is een hart dat zelfs niet meer, kosten wat kost, niet meer geen dagelijkse zonde meer wil doen. Zelfs niet. Zelfs dan niet. Johannes van Kruis zegt, liever sterven dan een dagelijkse zonde doen. Dat zijn de zuiveren van harten. En die zullen God zien. Want die zijn natuurlijk op een buitengewone wijze onthecht van het aardse. En als je onthecht bent van het aardse, ja, dan blijft u de hemel over. Als je uit liefde voor de hemel, voor God, je onthecht van alle schepselen, zoals het eerste zaligheid het vraagt, en je zet daar consequent in, ja, dan gaat je op het einde dus gemakkelijkheid hebben om te bidden, dus God te zien in geloof. Hè. Dus op aarde reeds, door de contemplatie, door de beschouwing, en nadien natuurlijk door de zalige godsaanschouwing, de zuiverheid van het hart. Dus dat is niet alleen kuis zijn, hè, natuurlijk is dat zo, kuis zijn, hè, maar dat betekent ook geen enkele zonde, aan geen enkele zonde hangen. Dus geen bijbedoelingen hebben, ook niet als we goed doen, doet het maar gewoon een goed doen, niet een bijbedoeling waar je er nog profijt van hebt, dat je eigenlijk niet nodig hebt. Dus dat is zuiver zijn van hart. En dan de zevende zaligheid is zalig de vredestichters. Want mensen die al zover geraakt zijn, dat is de zevende stap, die hebben vrede met zichzelf om te beginnen. Die zijn meester van hun passies. En die hebben ook vrede met God, dat is de belangrijkste vrede van allemaal. En vrede op aarde aan de mens van goede wil. De vrede met God, dat is de staat van genade. En die gaan ook getrouw zijn wil doen, zijn geboden onderhouden. En zijn het genoegen van, dus het welbehagen van God zoeken. En die gaan een vredigheid hebben in het hart. Die hebben de vrede dat zij in staat van genade, dat ze goed zijn staan met God, dat ze de God beminnen. Dat is fantastisch. En die zullen ook gemakkelijk vrede kunnen brengen aan de medemens. En die zullen zelfs ruzies kunnen bijleggen. Dus zijn vredestichters. Dat zijn mensen die vrede kunnen uitdragen. Maar je kunt niet geven wat je niet hebt. Als je vrede wilt stichten, moet je eerst vrede in je hart hebben.
in vrede, vooral met God, vrede op aarde aan de mensen, maar goede wil, vrede met God betekent dat. Dat is de voorlaatste. En de laatste is eigenlijk dat is ook de belangrijkste uiteindelijk, de moeilijkste, maar ook de meest verdienstelijke. Daar zitten we volop in. Wij hebben het geluk. Soms beklagen we ons, dat is het toch moeilijk, ik had liever in de middeleeuwen geleefd. Maar iedereen bracht hier zoveel heiligen waren. Franciscus had ik willen ontmoeten en zo, Benedictus. Al die heiligen van toen, de heilige Thomas van Aquino, de heilige Bonaventura, de heilige Bernardus. Zoveel heiligen had ik graag ontmoet. Wel, wij zijn eigenlijk beter gesteld. Want Jezus zegt, dat wil niet zeggen dat er vroeger werden ook mensen vervolgd, maar we zitten nu wel in een serieuze vervolging. En dat gaat alleen maar erger worden, blijkbaar. Men wordt in ieder geval meer vervolgd dan 50 jaar geleden, ik kan het u verzekeren. 50 jaar geleden was de katholieke kerk nog heel invloedrijk in het land toch, en zouden ze niet durven doen wat ze nu doen. Maar dat komt omdat de katholieke kerk van binnen is aangevallen geweest en gefiltreerd, dat weet u. Wel, zalig zijt gij als gij leidt voor de vervolging van de gerechtigheid. Want het Rijk der Hemelen is van u. En dan gaat ze zelfs zeggen, hij gaat het zelfs nog uitbreiden door aan te dringen en te zeggen, dat gaat, wanneer ze u vervloeken en u vervolgen en allerlei slechts van u zeggen, omwille van mij, liegende om mij, liegende. Wij zullen vervolgd worden, wij zullen onrechtmatig vervolgd worden, dus er zullen leugens over ons verkondigd worden, dat we slecht zijn, dat we verkeerde dingen doen en zo. Ik kan ervan meespreken, er lopen voor het ogenblik 2 processen tegen mij. Hè? Dus, en ik kan u verzekeren dat, dat er leugens in staan, echt leugens, ja, dat kan ik u verzekeren. Ja. Dus, wel, wij moeten ons eigenlijk niet beklagen. Jezus zegt, verheug u, want groot is uw loon in de hemel. Groot. Natuurlijk, want het kost ook meer moeite, dus dat is natuurlijk het pijnlijkste. Hè? We hebben nog geen bloedige vervolging, maar ze is al wel fysisch, want ik heb al in de gevangenis gezeten persoonlijk. Hè? Ik ben al naar huis gestuurd, ze is al fysisch. Ik moest de liturgie stopzetten, dus ik ben al fysisch vervolgd geweest en volledig wederrechtelijk. Dus volgens artikel 142, ongeveer zo in het strafwetboek, mag een liturgie niet onderbroken worden met geweld. Dat is strafbaar voor de wet. Wel, ze hebben de liturgie onderbroken met paasnacht. En zonder enige reden, want ik was in orde met covid-maatregelen, zoals u weet. Wel, dus... wij mogen ons niet beklagen, eigenlijk. Wij moeten, zoals de apostelen die gegisseld zijn geweest door de fariseeën, omdat ze Jezus verkondigden, zeggen, ha, nu zijn wij waardig bevonden geweest om voor Jezus iets te lijden. Ze waren blij. Wel, wij moeten zulke een gestaltenis hebben. Ja, want ja, u weet het, ik kom daar dikwijls op terug. God laat het kwade toe met oog op een groter goed. Het groter goed is altijd groter dan het kwaad dat er geschiet. Tenminste, als je het voor God ondergaat en met Jezus doet. Hè. Met Jezus alles, zonder Jezus niks. Maar die gelovigen, dat is een beetje een kijkje nemen in de zielen van die heiligen. Wat hebben ze inwendig meegemaakt? Hoe zijn ze heilig geworden? Want we moeten ze navolgen. Ik zeg het, ik herhaal, het is heel goed van heilige levens te lezen en te leren hoe dat ze dus geleefd hebben. Maar het is ook goed om eens een keer in hun ziel te kijken, om dat echt van binnenin na te volgen. En dat zijn die 8 zaligheden onder andere. Wel, die waren gelovigen, laten we vragen, onze lieve vrouw, de koningin van de heiligen, van de engelen en van alle hagedachten. U weet dat maar, dat op de 1e november... in 1950, Pius XII, het dogma heeft afgekondigd van Maria ten hemel opgenomen, met zijn lichaam. Nu, dat is op de 1e november gebeurd. Maria is de koningin van de engelen en de heiligen. Wel, vragen we haar om haar na te volgen. En onze patroonheilig, maar ook al die engelen en de heiligen aan te roepen. Hè. Dus er zijn miljarden engelen die we niet kennen en die ons willen helpen. Er zijn duizenden, honderdduizend, misschien miljoenen heilige mensen, zielen, die ons ook willen helpen in de hemel. Ik weet niet hoeveel er in de hemel zijn.
Ontelbaar, zegt het Oude Testament, de schrift die we gelezen hebben. Er was een ontelbare menigte van alle landen en streken en van alle talen en rassen, ontelbaar. Wel, die willen ons allemaal, dat zijn allemaal onze broeders, die ons beminnen als zichzelf. En wel, bidden we die we nog nooit hebben aanroepen. Roep die aan, die engelen die we nog nooit hebben aanroepen. Die heeft iets voor u. Je hebt nooit de kans gehad om u te helpen, want je hebt hem nooit aanroepen. En daarvoor is dat feest. Dat we die we nooit hebben aanroepen, eens een keer kunnen aanroepen. Want die willen ook eens een keer iets voor ons doen. Wel vragen we dat ze ons alles geven wat ze willen geven. Hè? En dan vragen we de genade om het goed te kunnen gebruiken. Om het goed te gebruiken. Omdat we daardoor zalig worden zoals zij. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.